Biociden zijn producten die gebruikt worden om schadelijke organismen af te weren, af te doden. Dat zijn producten die één of meerdere werkzame stoffen bevatten, die eigenlijk dat effect gaan teweegbrengen. Nu, die producten bevatten zoals gezegd schadelijke stoffen, die eigenlijk een gezondheidsrisico met zich meebrengen voor de gebruikers van die producten. Ze kunnen ook schadelijk zijn voor het milieu en ook schadelijk voor werknemers binnen de horeca. Dus werknemers binnen de horeca kunnen uiteraard te maken krijgen met biociden. Neem nu bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken of bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen om ratten of muizen af te doden. Dus voor het gebruik van dergelijke producten is het eigenlijk belangrijk dat de gebruikers goed op de hoogte zijn van de gebruiksvoorwaarden van die producten. Nu, voor die categorie biociden die eigenlijk een hoog gezondheidsrisico inhouden voor de gebruikers, is het zo dat er een registratieplicht van toepassing is. Dus alvorens die biociden te gebruiken, moet de gebruiker zich registreren via een applicatie op onze website. Nu, de bedoeling is dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing aandachtig leest alvorens het product te gebruiken, het etiket aandachtig te lezen, de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen te treffen voor het gebruik. En hij moet uiteraard correct geïnformeerd worden door de verkoper, dus door zijn leverancier. Dus zoals u weet is hygiëne een heel belangrijk aspect binnen de horeca. Werknemers binnen de horecasector zullen waarschijnlijk ontsmettingen moeten uitvoeren. Om bijvoorbeeld tot een optimale oppervlakteontsmetting te komen, zal men gebruik moeten maken van bepaalde biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden voor de werknemer. Dus het is belangrijk dat de werknemers binnen de horeca, om hun gezondheid te beschermen, om eigenlijk de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, om het etiket van het biocide aandachtig te lezen, alvorens het biocide te gebruiken. De verplichtingen voor de gebruikers van gevaarlijke biociden houden in dat zij dus steeds op de hoogte moeten zijn van de gebruiksvoorwaarden van het biocide dat zij wensen te gebruiken. Zij moeten zich vooraleer dat zij het biocide aanschaffen, zich registreren via onze website. Daarin moeten zij dus hun KBO-nummer invoeren, zodat wij eigenlijk een overzicht kunnen houden van wie welke producten gebruikt. En zodanig zorgen wij ervoor dat gevaarlijke biociden niet in de handen terechtkomen van het grote publiek. Voor de verkopers daarentegen geldt er ook een registratieplicht. Zij moeten ons jaarlijks de verkochte hoeveelheden aangeven via onze applicatie. Zij moeten ook verplicht de gebruikers, dus hun cliënteel, verplicht informeren over de gebruiksvoorwaarden van het biocide. En tevens moeten zij de persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van hun cliënteel. Dus wat betreft de opleidingen, is het zo dat wij in de nabije toekomst bijkomende opleidingsvoorwaarden gaan opleggen. Dit op basis van analyse van de verzamelde verkochte hoeveelheden via de applicatie. Dus momenteel zijn er nog geen specifieke opleidingsvoorwaarden van kracht. Maar in de nabije toekomst gaat er wel verandering in komen en dan specifiek voor die categorieën biociden die het hoogste gezondheidsrisico inhouden voor de gebruikers.